De boerenkolonisatie naar Suriname begon als een plan van drie dominees. Toen de Surinaamse plantage-economie rond 1841 zwaar achteruit ging. Dit blijkt uit beschouwingen van Martin Loor, secretaris van de stichting Sranamburu, uit brieven van drie dominees aan de Nederlandse koning om boeren naar Suriname te halen. De eerste Nederlandse boeren kwamen uiteindelijk op 20 juni 1845 aan in Suriname. Loor gaf met zijn presentatie Boerenkolonisatie 1845 in Suriname, idealisme of serieuze volksplanting, een beeld van het plan van de dominees om Nederlandse boeren in Suriname te krijgen. De hoofdreden was om het arbeidstekort weg te werken. Met de afschaffing van de slavenhandel in 1814 ontstond er in de latere jaren van de tweede helft van de 19e eeuw een tekort aan werkhanden. Loor geeft aan dat in het plan van de drie dominees er diverse zaken zijn aangehaald die aangeven dat in die tijd ervan werd uitgegaan dat de volksplanting van Nederlandse boeren de economie van Suriname zou redden. Direct bij het begin zeggen de drie inleiders, of moet ik zeggen de drie initiatiefnemers, dat de dagelijkse, en ik begin met citeren. De dagelijkse achteruitgang van Surinames koloniale landbouw alleen maar te redden is door een vrije kolonisatie van Europeanen in Suriname. Pagina 2 vind ik wel sterk. De kolonisatie in Suriname is hoogst wenselijk, dringend noodzakelijk en met een gezegend gevolg tot stand te brengen. Deze dominees waren volgens Loor van mening dat deze volksplanting zeker zou slagen. Ook zou het uitvoeren van dit plan een sterke boodschap zijn aan de tot slaaf gemaakten. De drie dominees geven in hun plan aan dat het zal goed zijn, ook voor de tot slaaf gemaakten. En ik citeer hun motivering. De vrees dat de slaaf, als hij de Europeanen met zich ziet werken, voor de blanken geen ontzag meer zouden hebben, is zo geheel onjuist dat dit hem veel eer tot aansporing moet verstrekken om het werk, het welk hij ook door Europeanen ziet verrichten, met meerdere ijver te behartigen. En dan nog een zinnetje, ook na de emancipatie der slaven zal dit niet dan van voordelige invloed kunnen zijn op de vrijgemaakten die dan nog minder bezwaar zullen vinden om op de plantages werkzaam te blijven. De presentatie van Martin Loor was gisteravond in het Nationaal Archief van Suriname in het kader van de herdenking van de komst van de boeren op 20 juni 1845. Vandaag, 178 jaar geleden.